Goedemiddag mensen, welkom in waardeloos Nederland. Het is juni en het regent. Maar waar we nu naartoe gaan is niet waardeloos. Tweede van een WK, kampioen in Denemarken en geplaatst voor Rio de Janeiro. Huiskamervraag, bij wie zijn we? Dat gaan we zien. Belt ik niet? Oh, echt, nu gaat het wel. Hey, Laura. Ja, Laura. Stijn. Graag. Ja, het is waardeloos weer. Laura, wat ligt hier allemaal? Dit zijn allemaal plakboeken van mijn handbalcarrière, wat mijn moeder allemaal heeft bewaard en ingeplakt. Je gaat nu naar Rio, maar waar is jouw eerste stap begonnen ooit op het handbalveld? Ik ben begonnen bij LAV in Leusden. En ja, daar heb ik tot mijn 12e volgens mij gespeeld. En toen ging ik al naar Nieuwegein toe. Je bent ook heel vroeg begonnen in Oranje, in het grote Oranje. Hoe oud was je toen? 17 was ik toen ik mijn eerste interland. Heb je ook nog een foto van, toch? Ja. Lacht. Ik heb heel veel foto's ervan. En ik ben begonnen op de hoek. Speel ik nu niet meer, maar heb ik toch 2 jaar of 3 jaar gespeeld in het Nederlands team. Dus een van onze topscorers van de Oranje Dames is begonnen op de hoek. Ja. En hoe ben je dan naar de opbouw gekomen? Henk, die werd toen coach. Henk Groener. Ja. En die zei tegen mij, volgens mij ben jij niet echt een hoek. Want ik had natuurlijk niet de techniek die de hoeken nu hebben. En ik zei, nee, ik ben eigenlijk een opbouwspeelster. En toen zei hij, nou, dan gaan we proberen om jou op de opbouw te krijgen. En ja, daar speel ik nu. Dank je, Henk. Goeie zin. Ja, bedankt, prima. Henk. Ja. Ik zei net al even in de inleiding, dit moet wel echt een waanzinnig seizoen voor jou zijn geweest. Ja, het kan een van mijn beste seizoenen worden. Als we het op de Olympische Spelen ook goed doen. Maar in Esbjerg hebben we het landskampioenschap gewonnen dit jaar. Dat was ontzettend groot. Ja. En het OKT hebben we natuurlijk gehaald, zodat we nu naar de Olympische Spelen mogen. Dus... Nou, dan vergeet je bijna het WK nog. Het WK, ja, dat was alweer vorig jaar. Ja, dat klopt. Ook alweer zilver gehaald. Ja. Je krijgt hier een, hoe spreek je het uit? Fremragende. Wat betekent het? Uitstekende. Dat ik een uitstekend jaar heb gespeeld. Hoe jullie kampioen zijn geworden is ook nog wel bijzonder, toch? Mm-hmm. Ja, we hebben met penalties uiteindelijk moesten we, omdat de eerste wedstrijd was 20-17 voor de tegenstander en de tweede wedstrijd wonnen we met 20-17. Dus er werden gelijk penalties gedaan en die wonnen we uiteindelijk. En je nam de eerste? Ja. En die ging erin? Ja, ik dacht ook, ik moet deze erin schieten, want anders begin je de reeks zo slecht. En ik dacht, ja, we moeten dit gewoon halen, want vorig jaar hadden we verloren. Waren we tweede geworden, dus ja, nu moest het gewoon lukken. Zin in Rio? Ja, ontzettend zin natuurlijk. Dat is waar je je hele leven al van gedroomd hebt van de Olympische Spelen. En nu is het zo dichtbij. Ja, is het echt een hoofddoel geweest? Ja, nou, het was meer een droom. Toen ik klein was het meer een droom. Maar toen we steeds dichter bij het OKT kwamen, dacht ik, ja, nu is het wel echt een doel geworden. Wat zijn de kansen? Ja, we hebben laten zien in december dat we gewoon voor de medailles kunnen gaan. Dus kansen zijn er altijd, maar je moet het wel op het juiste moment pieken en goed spelen. Heb je dat onder controle, op een juiste moment pieken? Ik denk dat je het grotendeels onder controle hebt van hoe fit ben je en hoe goed voorbereid ben je op de wedstrijden. Kijk je video, dat soort dingen, maar je hebt natuurlijk niet alles in de hand. Iedereen kijkt natuurlijk video, iedereen bereidt goed voor. Wat is dan toch jullie kracht? Waarom denk jij dat jullie een medaille zouden kunnen pakken dan? Ja, wij zijn gewoon zo'n goed team. Als de ene even niet lekker in de wedstrijd zit, dan pakt de andere het op. En we werken echt gewoon samen. En je ziet ook gewoon het plezier terug bij ons en dat is denk ik ook belangrijk. Ja. En dan die plak, het hoofddoel. Ja, dat is echt het hoofddoel, daar werken we naartoe. Ja. En nu eerst voorbereiden. Ja, eerst nog even trainen in deze vakantie. Ik in mijn blouse. Ja.